Ik heb 4 gravures voor me liggen. En die gravures stellen de oudste voorstellingen voor van de Leidse Universiteit. En ze stellen voor de Hortus Botanicus, een theater, het anatomisch theater, de bibliotheek en de schermschool van de universiteit. De prenten zijn uit het jaar 1610. Ze zijn ontworpen door Jan Cornelisz van het Woud. Gegraveerd door Willem van Zwanenburg. En ze zijn uitgegeven door Andreas Kloek. Het zijn hele aantrekkelijke prenten. Er is ontzettend veel op te zien. Kijk hier naar de prent van de bibliotheek. En wat heel erg grappig is, is als je lang kijkt, dat je dan tussen die boekenkasten heel kleine hoedjes ziet allemaal van personen die daar tussen die boeken aan het snuffelen zijn. Valt niet gelijk op, maar je moet echt wel even een tijdje kijken voordat je dat ontdekt. En dat is heel slim gedaan door Woudanus. In het anatomisch theater, daar werden secties verricht op lichamen van personen. En dat waren vaak mensen die berecht waren. Je moet je voorstellen, tijdens een sectie van een lichaam waren alle bankjes vol. Iedereen uit de stad kwam, er kwamen kunstenaars, er kwamen studenten. Als er een sectie was, dan was dat misschien wel, misschien een beetje oneerbiedig gezegd, als een kermis in de stad. Kijk hier naar de schermschool. En ook hier heeft Woudanus een leuke grap met de kijker uit willen halen. En op de voorgrond rechts zie je 2 figuren hier. Ja, je zou zeggen dat is toch iets gebeurtenis met dood tot gevolg. Maar dat is hier niet het geval. Want degene die een oog wordt uitgestoken, staat daar toch gewoon heel vrolijk bij te lachen. Er is in ieder geval, denk ik, genoeg gesprekstof om over deze prenten nog wel, misschien nog wel 4 eeuwen door te praten.